Mensen die besmet zijn geraakt met het COVID-19-virus hoeven niet in alle gevallen beide doses van het vaccin te nemen. Dit zei cardioloog Kwame van der Hilst in ons actualiteitenprogramma Q&A. Personen die geïnfecteerd zijn geraakt moeten aan de hand van hun situatie afstemmen met medici wat voor hen zal werken. Oké, we hebben daarvoor ook een protocol vanuit de technische adviescommissie via het ministerie gekregen. En de richtlijn op dit moment is dat als jij COVID hebt gehad en je zou 4 weken na je besmetting je vaccinatie nemen, dan heb je in principe maar 1 vaccin nodig tot 6 maanden na je besmetting. Dus heb je COVID gehad en je zou daarna tussen 4 weken en 6 maanden je eerste vaccinatie nemen, dan blijkt 1 prikje voldoende bescherming te geven. Okay. Zou je na de 6 maanden van de COVID-besmetting je eerste prikje halen, dan is het advies op dit moment om toch 2 prikjes te nemen zoals elk ander. Een andere situatie is het als je dus eerst je prikje hebt gehad en in afwachting op je tweede vaccinatie besmet raakt met COVID, dan is het advies om je tweede prikje nog steeds te halen. Infectioloog Lieke Wattier vertelde in het programma dat zwangere vrouwen die zich willen laten vaccineren nog even moeten wachten op antwoorden van de gezondheidsautoriteiten. Het moet nog verder onderzocht worden als deze groep zich zonder enige zorgen mag laten inenten. Vooralsnog is er niet zo heel veel onderzoek gedaan naar AstraZeneca bij zwangere vrouwen. In Amerika adviseren ze inmiddels zwangere vrouwen om wel te laten vaccineren. Maar dat is met andere vaccins dan wij hier hebben. Er is al wel gevaccineerd met AstraZeneca bij zwangeren, want er stond in alle richtlijnen en maak een afweging tussen hoe hoog het risico voor de zwangere is. En we weten dat zwangeren vaker ernstig ziek worden van COVID. Dus bijvoorbeeld bij mensen die in de zorg werken of die op andere manieren geen afstand kunnen houden. Dan maak je toch de afweging om toch te zorgen dat iemand goed beschermd is. We zijn nog in overleg met de kinderartsen en de gynaecologen over wat precies de richtlijnen in Suriname zullen worden. Oh, dus, ja, daar zijn dus vooralsnog, daar zijn helemaal geen aanwijzingen voor. En dat is ook niet te verwachten als je ziet wat voor vaccin het is, hoe het werkt, hoe het in het lichaam reageert. Dan is er geen enkele logische manier te bedenken hoe dat de ongeboren baby zou kunnen benadelen. Ja. Maar daarom zijn we nu inderdaad zo voorzichtig. We zeggen als iemand zwanger is, dan gaan we met diegene in gesprek. Hoe groot is het risico dat diegene COVID krijgt? Hoe goed kan je je beschermen in het dagelijks leven? En hoe graag wil een vrouw zelf die vaccinatie? Ja. Dat is natuurlijk een heel persoonlijke afweging voor elke zwangere. De specialisten drukken individuen op het hart zich te laten vaccineren om zichzelf te beschermen.